President is een relatief nieuw bedrijventerrein met hoogwaardige bedrijven. En daar zijn nog heel veel eisen aan gesteld. Onder andere dat we vanuit de gemeente een parkmanagementvereniging moeten hebben. En daarin regelen we schoon, heel en veilig op het terrein. En dat is allemaal netjes geregeld. Het wel loopt nu, het ziet er netjes uit. En om dan toch verder te gaan, hebben we het idee opgevat om in de duurzaamheid een traject op te starten. Waarmee we de bedrijven gaan ondersteunen. In eerste instantie hebben we door TNO een scan laten maken over het hele terrein. Die kijkt van wat is er te bezuinigen op het terrein op het gebied van de bedrijven die hier zitten. Aan de hand daarvan zijn we verder gaan kijken van ja, wat valt er dan te doen op het terrein. En dat makkelijkste is dan van gas af elektriciteit opwekken door minder van zonnepanelen. En ledverlichting toepassen zodat je minder verbruikt. Op het moment dat we die algemene scan hebben, dan gaat er een externe partij die wij inhuren, gaat naar de bedrijven toe en die gaat op locatie kijken wat de maatregelen zijn die een bedrijf kan nemen. Dus daar komt een offerte uit, wat dat gaat kosten. Dat gaan we bij elkaar stoppen. En dan gaan we kijken of we daar een subsidie van kunnen krijgen, zodat we dat ook collectief kunnen gaan laten uitvoeren. En dat de bedrijven daar een korting op krijgen als het ware. Als gemeente Haarlemmermeer zijn we altijd heel erg blij als ondernemers willen investeren in een toekomstbestendige economie. En daar waar het kan, zullen we dan ook dat soort initiatieven ondersteunen en faciliteren. Dat betekent dat we dat niet alleen doen, maar dat doen we juist nadrukkelijk ook in samenwerking met ondernemers en de ondernemersverenigingen en parkmanagement. Hans, PHB en de gemeente hebben elkaar opgezocht. Dat is namelijk omdat wij ervan overtuigd zijn, alle drie, dat ondernemers, parkmanagementorganisaties en de overheid samen voor de op gaan staan om werklocaties te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. De ondernemers hebben lef en visie. Door gezamenlijk energiebesparing aan te pakken, creëren ze draagvlak, ook inkoopkracht. En als ze dan de duurzame maatregelen ook nog eens duurzaam uitbesteden op lokaal niveau, snijdt het mes aan twee kanten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je de kennis om je heen vergaart. In ons geval is dat PHB geweest. Die hebben heel veel kennis in huis en hun hebben ons daarin heel goed begeleid. En dat werkt gewoon heel erg makkelijk en snel.